Helemaal alleen op het dak van De Doelen. Het grootste, rijkste monument van Rotterdam. Wauw, ook het dak van De Doelen wordt groen. Bijna 3000 vierkante meter. En ook nog eens met een heel slim waterbergsysteem. De Doelen is een gemeentelijk gebouw, zeg maar van de stad Rotterdam. Maar het is ook een rijksmonument. Het is de eerste keer dat zo'n groot gebouw een multifunctioneel dak krijgt. De naam Doelen gaat wel terug tot de 17e eeuw. Een van de laatste gebouwen werd ook nog een keertje tijdens de oorlog plat gebombardeerd. Maar dit gebouw, de laatste Doelen, werd in 1966 geopend. Het is een ontwerp van Kraaijeveld architecten. Zien jullie al het Philharmonisch Orkest hier optreden? Ja, dat zou fantastisch zijn, toch? Met dat fantastische uitzicht.